Mark, dank je wel dat jij wil gaan lezen. Handelingen 7, vers 54 tot en met 8:1. Uit de NBG. Zijn er mensen die hier de herziene statenvertaling bij zich hebben? Oké. Zou u extra aandacht willen geven aan wat ik zeg? 54 en, tot en met? Ja, dus 7:54 uit Handelingen, ja? Ja? Tot en met 8:1. Het is volgens mij één hele pericoop uit jouw Bijbel. Ja. Zijn er ook mensen die hier de NBV hebben? Oh, wat goed zeg, wat een verzameling Bijbelvertalingen, wat keurig. Ja, nou Mark, volgens mij mag jij. Ja. Wil je het alsjeblieft, Mark, ja? Langzaam lezen? Langzaam. Oh, dat vind ik moeilijk. Ja, dankjewel. Ja. Doe rustig aan. Desnoods haal je bij elk woord haal je gewoon even adem. Dat is geen enkel probleem. Want laten we wel zijn, het is gewoon zo hoor Mark. Als jij het goed leest, hoef ik niks meer te zeggen. Nee. Nou, het is wel heerlijk om dat zo te horen. Ga je gang. Toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart. En zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol van de geest, van de Heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem los. En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun wantels af aan de voeten van de jongeman, Saulus genaamd. En zij stenigden Stefanus, die de Heere aanriep zeggende, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En op de knieën vallende, riep hij met luide stem, Heere, rekent hun deze zonde niet toe. En met deze woorden ontsliep hij. En Saulus stemde in met zijn terechtstelling. En er ontstond... Super, nee, dankjewel. Voordat je doorgaat tot de openbaring 22. Maar je doet het keurig, 8:1, het gaat goed. Je wil het openhouden daar zo, want af en toe vraag ik je waarschijnlijk om weer wat te herlezen. Dank je wel. Oké. Ik heb altijd, van jongs af aan, heel veel belangstelling gehad voor geschiedenis. Alleen het uit je hoofd leren van jaartallen, daar was ik nooit zo goed in. Maar nog steeds heb ik, als ik iets lees uit de Bijbel, want dit is geschiedenis wat jij gelezen hebt... Dan heb ik behoefte om me af te vragen in welk jaar is dit nou gebeurd zo ongeveer. En daar wil ik gewoon even, ook voor u, maar ook voor mezelf, nog een keer antwoord op geven. Dit wat we hier gelezen hebben, dat gebeurt zo rond het jaar 29 na Christus. Als er mensen zijn die zeggen, ja maar ik kan goed rekenen en Jezus stierf op zijn 33ste jaar, wanneer is Jezus dan geboren... Nou, als je terugtelt, is Jezus waarschijnlijk geboren in het jaar 4 tot 6 voor Christus. Hoe komt dat? Omdat pas in de 6e eeuw, toen de kerk zeggenschap had in de gehele bewoonde wereld... toen heeft men een andere jaartelling ingevoerd dan toen gebruikelijk was. En de christelijke jaartelling is ingevoerd zo rond de 6e eeuw. En toen heeft men zich enigszins vergist. Vandaar... dat Jezus geboren is zo in het jaar 4 tot 6 voor Christus. En hier hebben we dus het jaar 29 na Christus. Als u geluisterd hebt, dan hebt u gehoord dat er twee namen genoemd worden. En dat zijn de namen van Stefanus. Zijn naam betekent erekrans, krans of kroon. Het is een Griekse naam en naar alle waarschijnlijkheid is Stefanus ook een man die niet... autochtoon in Jeruzalem woont, maar gewoon van buiten is gekomen. Dus een Grieks sprekende Jood. Het is een Jood. Denk erom, alles wat we hier gelezen hebben, dat speelt zich af binnen Israël. Heidenen zijn nog helemaal niet in beeld. Als je met de discipelen zou gepraat hebben, de heidenen komen eraan, dan zouden ze gezegd hebben, ik begrijp u niet, dat klopt niet, dit is een zaak voor Israël. Dus u hoort twee namen, Stefanus, en u hoort de naam Saulus, Shaul. Dat is een duidelijk Hebreeuwse naam. En het is duidelijk, Saul is vernoemd naar koning Saul uit het Oude Testament, uit de Tenach.
Stefanus die wordt hier in het boek Handelingen voor de laatste keer genoemd. Daarna sterft hij door steniging. Shaul die wordt voor de eerste keer genoemd. En je zult merken dat Stefanus, daarmee wordt een tijdperk in het boek Handelingen afgesloten. En met Shaul, met Saul, begint een nieuw tijdperk. Daarvoor moet je het boek Handelingen lezen. En dan zul je merken dat Saul daarna een hoofdrol gaat spelen ten aanzien van de gemeente van Jezus Christus. Nou, we gaan het vanmorgen vooral hebben over die eerste naam, over Stefanus. Over Stefanus kun je dus in de hoofdstukken hiervoor lezen. Dat zijn de hoofdstukken 6 en 7. Ik zal je niet verzoeken om die hoofdstukken te lezen, Mark. Want dat duurt erg lang en ik moet, geloof ik, om 12:30 klaar zijn. Dus we gaan het wat korter houden. Stefanus, als je leest in het 6e hoofdstuk, dan wordt van hem verteld dat hij vol is van. Dat staat er 3 keer. En er staat in de juiste volgorde: hij is vol van geest en wijsheid. Hij is vol van geloof en de Heilige Geest. En er staat in hoofdstuk 6 allemaal: en hij is vol van genade en kracht. Met andere woorden, even, ik kan het niet laten, wiskunde. Hij is blijkbaar 3 keer 2 is, hij is vol van 6 attributen van God. En dat is wel heel erg mooi. Het is dus een volle man. Deze man, die is naast de 12 apostelen, die ook wel heten in het boek Handelingen de 12en met een hoofdletter. Deze man, Stefanus, die behoort tot ook een groep en dat is de groep van 7. Dus je had in de Joodse gemeenschap, in de christelijke gemeenschap, daar had je blijkbaar 2 groepen van leiders, namelijk de 12en en je had de 7. En van die 7, daar is Stefanus de eerstgenoemde. Dat kun je trouwens allemaal lezen in het boek Handelingen hoofdstuk 6. Want daar wordt uitgelegd dat het aantal discipelen, met andere woorden het aantal gelovigen, met andere woorden het aantal volgelingen van Jezus, dat neemt sterk toe. En denk erom nog een keer, dat is allemaal binnen Israël. Het gaat allemaal om Joden. Hoe noem je die mensen nou die Jezus volgen? Ja, daar is eigenlijk in deze fase is daar nog geen naam voor gegeven. Dat zijn gelovigen, dat zijn mensen van de weg. Denk erom, ze worden nog geen christenen genoemd. Dat is een veel later stadium. Bovendien, het woord christen is in eerste instantie bedoeld als een scheldwoord door de buitenstaanders. Nee, ze heten hier volgelingen van Jezus. En die volgelingen, die dus een gemeenschap vormen, een gemeente zou je kunnen zeggen, die bestaan uit 2 groepen. Even heel snel, allochtone mensen en autochtone mensen. Dus allochtone Joden en autochtone Joden. Dus er zijn 2 groepen, namelijk mensen die het Hebreeuws en het Aramees spreken en die dus vanuit Jeruzalem en omstreken komen. En er zijn in die gemeenschap gekomen mensen die van buiten kwamen, pelgrims, die waren bij dat Pinksterfeest in Jeruzalem aanwezig en die maakten mee dat de discipelen werden vervuld met de Heilige Geest. En dat sloegen ze gade en dat vonden ze zo indrukwekkend, zeker de prediking van Petrus, dat ze tot bekering kwamen en in Jeruzalem bleven hangen. Dat is die Grieks sprekende Jodengroep. Nou is het zo, alweer, dat lees je allemaal in Handelingen 6. Nou was het zo dat waar de gemeente bestaat uit 2 groepen, is natuurlijk altijd het gevaar aanwezig dat er onmin komt van de ene groep naar de andere groep. En u begrijpt wel, je hoeft geen psycholoog te zijn om te weten dat als er 2 groepen zijn, namelijk autochtonen en allochtonen, dan kun je nagaan vanuit welke groep er gemor ontstaat. Dat is ook heel modern te herkennen in Nederland. Waar komt het gemor vandaan? Dat is uiteraard uit de groep van de allochtonen.
En dat gemor dat bestaat uit... Nou, dat is niet leuk, zeiden ze. Want onze weduwen worden bij de dagelijkse verzorging gewoon ten achter gesteld. Wij worden gediscrimineerd. Dat was het verwijt. Het verwijt dus van de allochtone groep uit de gemeente ten opzichte van de autochtone groep. Nou, moet ik hier iets bij vertellen. Want normaal gesproken is in Israël geregeld dat als je een weduwe bent, je hebt dus geen man meer die voor jouw gezin, voor jou en voor je gezin zorgt, dan is het de bedoeling dat de familie die zorg overneemt. Maar, en dat schetst meteen even de spanning die er is binnen Israël, maar als je als weduwe het besluit neemt met je kinderen om Jezus te volgen, dan wil dat niet altijd zeggen dat je familie nog blij met je is. Dat is ook, dacht ik, heel herkenbaar. Dus het is naar alle waarschijnlijkheid zo dat bij het tot bekering komen, bij het besluit om Jezus te volgen door die mensen, door de familie werd gezegd, je bekijkt het maar. En dus viel de dagelijkse verzorging, die viel op de schouders van de apostelen. Nou ging dat heel soepel, want er ontstond een spontane beweging waarin mensen die rijk waren, die veel goederen hadden, dat die mensen heel spontaan allerlei dingen legden aan de voeten van de apostelen. En die apostelen die moesten dat dan uitdelen. Alleen als je geroepen bent voor gebed en de bediening van het woord, en je moet ook nog een keer dit soort praktische zaken doen, dan zul je merken dat mensen ontevreden worden, omdat je niet alle drie zaken tegelijkertijd kunt. Dus vandaar dat de apostelen een geweldig goed besluit hadden genomen. En die hebben dus die zeven aangesteld. Waaronder dus Stefanus, dat was de eerstgenoemde. En die Stefanus die onderscheidde zich nog een keer, ik wil dat heel uitdrukkelijk zeggen, die onderscheidde zich door drie keer vol te zijn van twee dingen. Dus met andere woorden, drie keer twee. Hij droeg bij zich zes attributen en daarmee werd hij onderscheiden. Nou had Stefanus van de apostelen een verantwoordelijkheid gekregen, namelijk om te zorgen dat er dagelijks werd voorzien in de behoeften van de weduwe en waarschijnlijk ook van andere mensen die daar behoefte aan hadden. Maar die Stefanus, die was zo vol, dat hij deed buiten zijn verantwoordelijkheden, deed hij ook nog andere dingen. En er staat van hem geschreven dat hij onder het volk vele tekenen en grote wonderen deed. En dat werd bijzonder gewaardeerd. Het volk stelde hem zeer hoog, want er gebeurden nogal dingen. Ongeveer hetzelfde, daar moet je ongeveer aan denken. Petrus en Johannes, een paar hoofdstukken daarvoor, die gaan naar de tempel, die zien een verlamde man zitten en die man die vraagt om een aalmoes en Petrus die geneest hem. En die man die begint te springen en nou ja, het volk loopt de hoop. Nou, zo ongeveer moet je bedenken dat Stefanus dat ook deed. Alleen, weet je hoe dat is met christenen? Want christenen zijn in het algemeen fijne mensen, ja toch? Nou, ik ga het nog een keer proberen. Zeg, christenen zijn in principe toch wel geweldige fijne mensen. Dat zijn toch mensen die zich onderscheiden van de gewone burger, of niet? Ja, dit is van christenen moet je het hebben. En misschien zegt u, ja, maar ik praat vanuit een bepaald iets. Namelijk dat met het evangelie van Jezus Christus uitgedragen door christenen, is er iets in de wereld gekomen, dat hou je niet voor mogelijk. Denk erom, in Griekenland en in de Romeinse wereld ten tijde van Jezus was medelijden, was de zorg voor melaatse en zieken en mismaakten, dat was een zwakheid in je karakter als je dat had. Denk erom. Het volk werd bezig gehouden met gladiatorengevechten. En dan was het echt niet zo dat wanneer er een gladiator ten onder ging, dat men zei, ah, zielig. Denk erom, het is een tijd waarin mensen mismaakte kinderen die geboren werden op de vuilnisbelt zetten. Het is een tijd waarin meisjes met name, die waren niet zo bruikbaar, werden weggegooid. In het riool gestopt. Maar dan komt het evangelie van Jezus Christus, en ik moet dat met grote klem zeggen.
Het evangelie van Jezus Christus leert dat medelijden een groot goed is in het leven van een mens. Pakken we dit? Denk erom, melaatszorg, ziekenzorg, alle sociale voorzieningen die wij genieten. Op dit ogenblik weet niemand meer dat we ze te danken hebben aan de werking van het evangelie van Jezus Christus. Dat mag je ook in sommige politieke partijen ook niet meer zeggen, want dan snoeien ze je met wortel en tak af. Maar het moet duidelijk zijn dat het aanzien van de wereld met het optreden van Jezus en zijn discipelen totaal veranderd is. Ten goede. Ik wou dus nog een keer zeggen, en ik verwacht dat u een klein beetje meer enthousiasme teweeg brengt. Christenen zijn toch wel in het algemeen bijzondere mensen, hè? Vindt u niet? Ja, u ook, hè? Ah ja. Ja, nee, goed. Oké. Maar weet je wat het is met christenen? Die doen, echt waar, die doen goede dingen. Petrus, Johannes, die verlamde genezen. Maar weet je wat het probleem is met christenen? Die vertellen ook wat de reden is dat ze goede dingen doen. Dus met andere woorden, Stefanus, die deed niet alleen dingen, maar die vertelde ook dingen. Die vertelde, die getuigde van een koning, een nieuwe koning, en zijn naam is Jezus Christus. En hij vertelde van die persoon dat de meest eminente, majestueuze persoon is die ooit op deze aardbodem heeft gelopen. En hij getuigt daarvan en hij is daar zo vol van dat waarschijnlijk er mensen waren, ook vandaag hoor je dat nog, zeg hoor dan, ik heb je ingehuurd voor je handen om goed te doen, kan je je mond niet houden. Maar bij christenen is het zo, zeker als je, let op, daar gaat hij hoor, vol van bent, dan is je mond ook vol van datgene wat God in je leven heeft gedaan. En die God, die Jezus, die je in staat stelt om dat te doen wat er gedaan wordt. Mooi is dit, hè? Vindt u niet? Ja, vol van. En dat praten van die man, van die Stefanus, dat werd niet door iedereen op prijs gesteld. En dus gebeurde het volgende. Er stonden getuigen op, valse getuigen. En die vertelden, staat allemaal in hoofdstuk 6-7. Die vertelden dat Stefanus, dat is vals hè. Stefanus die spreekt lasterlijke woorden over Mozes en God. Moet je de volgorde horen. Over Mozes en God, waar een mens zich druk om maakt in de eerste plaats. Over Mozes en God spreekt hij lasterlijk. En hij lastert ook tegen deze heilige plaats en de wet. En hij vertelt dat Jezus deze heilige plaats, de tempel dus, deze heilige plaats zal afbreken. En de zeden die Mozes ons overgeleverd heeft, hij zal die veranderen. En dat waren dus 3 keer 2 is 6 beschuldigingen in tegenstelling tot 3 keer 2, 6 attributen van God in zijn leven. En dat betekende dat deze man die werd beetgepakt. En ik verzoek u gewoon om te proberen om uw voorstellingsvermogen te gebruiken. Dat ging niet zachtzinnig. Deze man die deed wonderen en tekenen onder het volk. En op een gegeven moment wordt hij beetgepakt. En hij wordt gebracht voor het Sanhedrin. Dat is die groep van 71 hooggeleerde heren. En die daar enkele maanden tevoren Jezus ter dood hadden veroordeeld. En die daarvoor ook Petrus en Johannes hadden beoordeeld. Die waren tenminste met z'n tweeën. Maar Stefanus was daar alleen. En daar stond hij dan voor die 71 hooggeleerde heren. Streng, uitziend, kijkend. En de hoge priester die was daar ook bij. En toen, hoofdstuk 7 is dit, en toen gebeurde het volgende. En ik wil nog een keer benadrukken. Hebt u dat wel eens meegemaakt, dat u voor mensen verschijnt die heel erg intimiderend overkomen? Nooit? Ben ik de enige bevoorrechte? Kijk, in je studeerkamer of in je kerk getuigen van Jezus en zeggen, Heer, ik heb u zo lief. Maar nu voor een hoog gezelschap te staan en de hoge priester vraagt dan, is dat zo? Dan moet ik u eerlijk zeggen, gewoon eerlijk. Ik denk dat ik gauw geneigd zou zijn om mijn verhaal voor het Sanhedrin aan te passen, zodat ik weer snel vrij kom. U natuurlijk niet, ik besef dat, want u bent stil en u zegt van, dat valt mij tegen van Piet.
Maar ik, dat heb ik wel. Maar deze man, Stefanus, die was vol van. En dus krijgt hij deze beschuldiging te horen. En de hoge priester vraagt dan, is dat zo? En dan gaat hij een rede houden. Dat doet hij zo onvoorstelbaar mooi. Hoofdstuk 7. Dat doet hij zo onvoorstelbaar mooi. Het is net alsof hij zijn hele angst en zijn emotie gewoon onder controle heeft. En hij spreekt door de Heilige Geest. Zo ontzettend mooi. Hij begint ongeveer als volgt. En de manier waarop hij begint, dat noemen we bruggenbouwen. Dat noemen we relatie scheppen. Hij doet het zo. Hij spreekt het Sanhedrin daaraan en hij zegt, mannen, broeders, vaders. En dat is mooi. Het werd zo stil, zoals het nu is, hier zo. Mannen, broeders, vaders. En dan spreekt hij de God der heerlijkheid. Hij is verschenen aan Abraham. En met deze woorden maakt hij onmiddellijk korte metten met de beschuldiging dat hij God lastert. De God der heerlijkheid is verschenen aan Abraham. En hij vertelt. Soms komen er in zijn geschiedenis komen er wat heikele punten voor. Maar wat blijkt nou? Wat blijkt nou als je dat netjes leest, hoofdstuk 7. Onderweg, hij is aan het praten, dat duurt vrij lang. Maar onderweg raakt hij zijn gehoor kwijt. Hij staat daar alleen voor dat college van 71 rechters. En er gebeurt onderweg iets. Weet u wat nou het probleem is met ons als wij dit allemaal lezen in Handelingen 7? Dat wij niet een zicht hebben op hoe die mensen kijken en luisteren. En je ziet dus ook niet de donkere boosheidswolkjes boven hun hoofden. Had je nou maar YouTube, maar dat heb je niet. Dan zou je het zien. Maar ik kan u vertellen dat als je het leest in hoofdstuk 7, en dan moet je ook vooral heel aandachtig lezen, dan merk je dat hij onderweg die mensen vertoren. Maar wat hij doet is niet anders dan het vertellen van de geschiedenis van Israël voor het aangezicht van God, zoals het beschreven staat in de Tenach. Meer doet hij niet. Maar hij raakt dat publiek, raakt hij gewoon kwijt. Nou is Lucas, de schrijver van dat boek Handelingen, is een meester in het vertellen van waar mensen voor een gerecht staan en op een gegeven ogenblik boosheid teweeg brengen bij het gehoor, bij de rechters. Ik wil u in herinnering roepen, Lucas 4, hoeft u niet op te zoeken, ik ga het gewoon even vertellen. Lucas 4, het is aan het begin van Jezus' bediening. En let op hoe dat gaat. Alweer, we hebben geen YouTube-filmpje, jammer genoeg niet. Maar als je goed leest, dan hoor je wat er gebeurt. Jezus die wordt uitgenodigd in zijn vaderstad Nazareth om in de synagoge een stukje voor te lezen. Dat was gebruikelijk. Als er een gast was, een geëerde gast, dan mocht je op Shabbatmorgen een stukje lezen. En Jezus krijgt het boek Jesaja ter hand gesteld, hoofdstuk 61. Hij staat daar en hij begint te lezen. De geest des Heren is op mij. Daarom dat hij, God, mij heeft gezonden om aan armen het evangelie te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen, blinden het gezicht en omheen te zenden de gebrokenen van hart in vrijheid. En om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Midden in een vers stopt hij en hij geeft het boek terug, de rol geeft hij terug aan de bewaarder. En hij gaat zitten en alle ogen zijn op hem gevestigd. Je moet lezen en je moet stil zijn en luisteren naar de tekst om te weten wat er gebeurt. Nog nooit had op zo'n morgen, nog nooit had in die synagoge of elders ter wereld, hadden die woorden zo geklonken als toen Jezus ze uitsprak.
Ja, ze waren wel genoemd, maar nu was het net alsof hij die het uitsprak, alsof hij zichzelf bedoelde, de geest des Heeren is op mij. En dan staat er zo ontzettend mooi door Lucas beschreven. En zij stemden in. En let op het proces. En zij verwonderden zich. En zij zeiden, is dit niet de zoon van Jozef? En daar gebeurt dus iets dat wel bekend is bij ons. Jezus wordt door God, door dit woord, op deze plek geplaatst. En op deze plek, als je dat erkent van Jezus, komt al het heil van God naar je toe. Nog een keer. Jezus wordt door het woord, door de geest, door datgene wat God zegt in zijn woord, wordt hij op deze hoogte gezet. Koning. En als je dat herkent in je leven, dan komt het heil van God tot je. In de naam van Jezus. Maar wat gebeurt er? Ze stemden in en ze verwonderden zich en ze haalden hem naar beneden. Is dit niet de zoon van Jozef? Dat doen wij ook hoor. Dat doen wij ook. Een prediker die hier staat, die kan de vinger op de zere plek in je leven leggen. Dat je denkt, au. En dat kun je heel makkelijk afweren door te zeggen, moet hij zeggen. Ja, maar dat laat toch onverlet het feit dat iemand namens God waarheid kan spreken over je leven. Waarom moet je zo doen? Waarom moet je jezelf beschermen door te zeggen, moet hij zeggen? Hij geeft nauwelijks het voorbeeld. God gebruikt kromme stokken om een rechte slag te geven. Amen? Ja, daarom sta ik hier ook. Dus, onderweg, in Lucas 4, verliest Jezus zijn gehoor. En dan komt hij ontstellend scherp uit de hoek. En dan zegt hij, ja, je zult wel zeggen, genees je, genees jezelf. En dan gaat hij praten over de weduwe van Sarfat en Naaman, de Melaatse. En dan is het resultaat dat ze hem de synagoge uit sleuren en hem van een hoogte af willen werpen. Nou, ongeveer hetzelfde gebeurt hier. Stefanus ziet dat het gebeurt. En hij raakt zijn gehoor kwijt. Terwijl hij niet anders doet dan vertellen wat er gebeurd is in de geschiedenis van Israël. En joh, als je de geschiedenis hoort, dan is het verstandig als je dat hoort om je hoofd te buigen. En je te keren tot God en te vragen of hij barmhartigheid wil betonen aan je en genade wil geven. Maar dat deden ze niet. En dan gaat er iets gebeuren waarin Stefanus op het laatst, als hij zijn gehoor eigenlijk al kwijt is. Maar hij heeft nog niet verteld wie hij ontmoet heeft. Wie dat is, die persoon, Jezus, die hem zo inspireert en hem volmaakt en volmaakt en volmaakt. Dat heeft hij nog niet verteld. Hij heeft nog niet verteld dat in de ontmoeting met Jezus zijn manier van bijbellezen veranderd is. Want dat is toch zo, hè, of niet? Ja toch, als je Jezus ontmoet, dan lees je je Bijbel toch anders, of niet? En dat is hartstikke moeilijk voor mensen die dat niet kunnen beamen. Dat is heel moeilijk. Dus op een gegeven ogenblik gaat Stefanus vertellen uit, nog een keer, uit het Tenach, uit het Oude Testament. En dan vertelt hij iets over David. En dan zegt hij, ja, David die heeft de tabernakel, hij heeft de ark, die heeft hij meegenomen naar Jeruzalem. En toen heeft hij daar een tentzeil overheen spannen. Gewoon zoals het te doen gebruikelijk was. God woont in een tent. Die is verplaatsbaar. God is niet aan één plaats gebonden, maar God kan zich openbaren op welke plaats dan ook. Aan Mozes in een brandende braambos. Heb je ooit zoiets gegeten? In een brandende braambos? Dat vertelt hij. En hij vertelt dus verder. En Mark, zou jij nou in de aanslag willen houden, Handelingen 7, vers 46? Ik zal het je zo vragen hoor, maar dan weet je vast dat ik je dat ga vragen. Want Stefanus, die brengt nou het gehoor
In herinnering dat er een periode is geweest dat David in 2 Samuel 7 en Psalm 132 als u wilt, dat hij in herinnering roept dat David op een gegeven ogenblik, toen hij in een mooi cederhouten paleis woonde, een heel mooi paleis had hij laten bouwen voor zichzelf, en hij zegt dan tegen zijn hofprofeet, tegen zijn vriendprofeet, zegt Nathan, ik wil de Heere een huis bouwen. En zoals dat gaat, als je vriend bent en profeet, dan is het vaak zo dat vriendschap voor profeet zijn gaat. En dus zegt Nathan, zonder God te raadplegen, moet je doen, jongen. Lijkt op, vet plan. En Nathan gaat naar huis. Maar God zegt tegen hem, je moet teruggaan naar David en zeggen dat dat niet gebeurt. Ik zal hem een huis bouwen. Ik zal hem een huis bouwen. Het is allemaal 2 Samuel 7. God bouwt David een huis. En nee, zijn zoon. En natuurlijk denkt iedereen aan Salomo. Natuurlijk. Zijn zoon zal mij een huis bouwen. En ik zal zijn koningschap tot in de eeuwigheid bevestigen. En natuurlijk dacht iedereen aan Salomo, natuurlijk. Alleen het grote probleem was dat in 586 het koningschap van David onder Zedekia ophield te bestaan. En dus heeft men zich afgevraagd, wat zou daar nou gestaan hebben in 2 Samuel 7? Want het Davidische koningschap houdt op, maar God die kan toch niet zijn woord breken. Er is een eeuwig koningschap uit het huis van David. Hoe kan dit? En dan is er een man en zijn voeten betreden de aarde. En hij loopt 3 jaar op aarde en hij heeft discipelen. Hij is Jezus. En van hem denkt men, dit is het, hij is het, hij is het. En Stefanus zegt, hij is het. Dat probeert hij duidelijk te maken. En nou komt het. Hey, maar ik zou jij willen lezen. Handelingen 7. Vers 46. En wil je het alsjeblieft langzaam lezen? Want dan moet je luisteren. Nou gaat iemand daar, hè, die heeft de herziende statenvertaling. En die gaat luisteren. En hij heeft geen microfoon, dus dat gaat niet. Maar ik zal zo direct vertellen wat er staat. En dan krijg je de bevestiging daar. En dan zal ik zeggen, ja, hij bevestigt het. Ga je gang, Mark. Deze heeft genade gevonden bij God. En gevraagd een woonstede te mogen vinden voor het huis van Jacob. Ja. Deze, David, heeft genade gevonden bij God en gevraagd een woonstede te vinden, een woonplaats te vinden voor het huis van Jacob. Hè? Zo staat het er, hè, of ja, niet? Ja, natuurlijk. Ja, alleen in de herziene statenvertaling en in de statenvertaling staat een woonplaats te vinden voor de God van Jacob, of niet? Ja. Natuurlijk is dit een onderwerp niet voor een prediking op zondagmorgen. Maar het kan gebeuren dat je uit een vertaling leest en dat mensen met een al. Dat is nou het vervelende van die verschillende vertalingen die er allemaal zijn. Dus ik moet daarop ingaan. Ik word er gewoon toe gedwongen. Want nu is de grote vraag, wat heeft Stefanus nou echt gezegd? Heeft hij nou gezegd, David probeerde een woonstede te vinden voor het huis van Jacob? Of voor de God van Jacob? Dat is de vraag. Welke vertaling heeft nou de juiste lezing? Nou, ik ga heel kort, iets vertellen. De herziene statenvertaling is gebaseerd op een grondtekst die dateert uit het begin van de 17e eeuw. 1617 statenvertaling. Maar in de loop van de 400 jaar tot nu zijn er van onder het zand en uit kloosters en uit gebouwen zijn er weer andere kopieën van de Tenach gevonden en van het Nieuwe Testament gevonden. Andere kopieën. En dat heeft men allemaal gelezen met elkaar en vergeleken met elkaar. En af en toe merk je, hé, dat is een andere lezing. Denk, dat moet je niet overdrijven, maar hier en daar zijn er gewoon andere woorden gebruikt. Ik hoorde jou trouwens net ook lezen, vol van de Heilige Geest. En weet je wat je zei? Vol van de Geest. Jij liet heiligen weg. Dat merk jij toch ook?
Ja, nou, waarschijnlijk komt dat omdat je in je hoofd hebt zitten, Handelingen 6, hij was vol van de geest, van geest en wijsheid. Dus laat je dat weg. Nou, dat gebeurde in die tijd ook. Men liet weg. En soms was een kopieerder, die was het ergens niet mee eens. En weet je wat hij dan deed? Ja, dan ging hij het niet verbeteren. Kom nou, dat mag niet, het is heilige schrift. Maar dan deed hij het volgende, dan schreef hij dat wat hij vond dat er moest staan, dat schreef hij in de kantlijn. Kijk, de kantlijn is niet zo heilig. Maar een volgende kopieerder, die had nu twee lezingen. En die ging nadenken, wat is nou het meest logisch? En dus die verving. Nou, en dat is het. Hij zocht een woonplaats voor het huis van Jacob. Hij zocht een woonplaats voor de God van Jacob. Nou, dat scheelt nogal. En wat is nou de juiste? En met permissie, vergeeft u mij. Natuurlijk is hier wetenschap op bedreven. Natuurlijk zijn er mensen die ontzettend bekwaam zijn in al die handschriften met elkaar vergelijken enzovoort. Dat heb ik meegemaakt. Ik heb gestudeerd onder hoogleraren. Werkelijk, je mond valt open van verbazing wat ze daarvan weten. En er is een regel opgesteld. Er zijn meerdere regels van wat is nou de oorspronkelijke lezing? Wat heeft Stefanus nou uitgesproken? Wat is nou oorspronkelijk door Lucas geschreven? Natuurlijk, er zijn regels voor. En een van de regels is deze. En dat is een heel logische regel, dat begrijpt u ook. Hij zocht een woonplaats voor het huis van Jacob. Dat is een heel onwaarschijnlijk... Hè? Dat is een onwaarschijnlijke lezing. Veel logischer is, David zocht een woonplaats voor de God van Jacob. Die is logischer. En nou is er een regel, dat de oorspronkelijke lezing is altijd de moeilijkste, de meest onlogische. Zodat een kopieerder de meest onlogische lezing vervangt in de kantlijn door een logische lezing. Dus met andere woorden, in handschriften ga je altijd van onlogisch, onwaarschijnlijk naar waarschijnlijk. En nooit van waarschijnlijk, logisch naar onwaarschijnlijk. Dus ik hou mij aan de NBG. Leven de NBG. Bovendien, de NBG is gebaseerd op handschriften tot en met de 20e eeuw. Dus wat zou je? Wat zou je? Dus de NBG, wil je nog een keer lezen? Wil je nu ook vers 46 en 47 lezen, alsjeblieft? Ja. Deze heeft genade gevonden bij God en gevraagd een woonstede te mogen vinden voor het huis van Jacob. Maar eerst Salomo bouwde hem een huis. Ja, tot zover. Wil je dat nog een keer lezen? Vers 47. Maar eerst Salomo... Ja, zou je het zo willen lezen, Mark? Ja. Want dat maar, dat is niet en, dat is tegenstellend. Dat is... Maar... Ga je gang, Mark. Maar... Salomo bouwde hem een huis. Wij zijn wel een team, hè, trouwens. Ja, gaat super. Merk je dat er in vers 46 en 47 elke keer, in twee keer komt het woord huis voor. Maar het eerste huis is een ander huis dan het tweede huis. Het eerste huis is niet een huis met mensenhanden gebouwd, maar dat is een mensengemeenschap. Dat is nageslacht van David. Van Jacob. Dat zijn mensen. Maar van Salomo die een huis bouwt, hem een huis bouwen, dat is een tempel. Dat is een gebouw met mensenhanden gebouwd. Dat is van steen, dat is van hout. Maar de Bijbel zegt in datzelfde gedeelte, maar God woont niet in een huis van mensenhanden gemaakt. Zo staat het er. Dat zegt Stefanus. En hij zegt dus dit. En dat begreep iedereen die daar zat. Al die 71 mensen die begrepen dat. Die heilige plaats, die zo heilig is, dat hij de plaats van God kan innemen. Waar woont God? Waar? Nou, dit zegt hij. Dit zegt Stefanus. Ik heb gevonden een persoon en zijn naam is Jezus. Hij is de zoon van David. Hij is de lang verwachte zoon van David. Zijn koningschap wordt tot in eeuwigheid bevestigd door God. Hij is de lang verwachte. Hij is het nageslacht. Hij is het huis van Jacob. Waar woont God? Ik zal je vertellen. Hij woont in een mens en zijn naam is Jezus.
Dit is lastig hoor, hé. Dit is lastig hoor. Goeiedag. Daar vermoorden ze mensen om, joh. Dat is onvoorstelbaar. Maar ik kan er niet anders over spreken dan ik heb Jezus ontmoet en in hem woont de ganse volheid der Godheid lichamelijk. Let op mensen, Johannes 2, lees even met me mee, uit mijn hoofd. Johannes 2, Pasen, pas gevierd. Jezus komt in de tempel. Jezus komt in de tempel als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zo staat het er. Maar wat gebeurt er met de lammeren en de kalveren die ten offer worden aangeboden op het ogenblik als het lam Gods de tempel binnenkomt? Wat gebeurt daarmee? Dat zal ik je vertellen. Johannes die beschrijft dat heel duidelijk. Jezus komt binnen in de tempel en drijft de offerdieren de tempel uit. Het is afgelopen met offeren, omdat Jezus het offer is. Is dat niet mooi? Zeg eens wat, u bent zo stil. Dat is toch mooi? Dat is toch onvoorstelbaar dat het ene offer is gebracht, Jezus Christus. En dan is men razend als hij dat doet. En dus komt men op hem af en zegt, welk teken doe je? Waar ontleen jij je gezag aan? Wie denk je wel dat je bent? Welk teken doe je? En let op, als je boos bent, geïrriteerd bent, dat weten we allemaal. Als je boos bent en geïrriteerd bent, jegens mensen, jegens iemand, dan zie je die ander, die zie je niet meer als mens, maar die zie je als hindernis, als object, als bolwerk, die moet weg. Ja, toch? En dus heb je ook geen oog meer voor subtiliteiten. Maar Jezus doet dit. Let op. Dit doet hij. Welk teken doe je? Let op. Welk teken doe je? Hij doet dit. En het is heel subtiel, maar ze zagen het niet, want ze waren boos. Hij deed dit. Kijk, zo. Zo. Met die hand. Zo. Breek deze tempel af. En ik zal hem binnen 3 dagen opbouwen. En toen begonnen ze te lachen. Ah, hier is tientallen jaren opgebouwd. Hoor je goed wat voor misverstanden er zijn? Nou, dit is ongeveer hetzelfde. Maar Salomo bouwde hem een huis. Dat is deze tempel. Maar God woont niet in een huis met mensenhanden gebouwd. En dit is een huis niet nieuw. Ja, het is nieuw omdat hij Jezus heeft ontmoet. Dat moet een ontmoeting zijn geweest. Zoals we dat wel kunnen begrijpen als je christen bent. Jezus ontmoeten betekent dat alles ondersteboven gaat. Ja, toch of niet? Ook je karakter. Niet meteen, maar het gaat eraan, dat zal ik je vertellen. Jezus. Maar ze wisten het hoor, ze wisten dit hoor. Want ook Salomo, bij de inwijding van de tempel, bad in 1 Koningen. O God. O God, o Heer. De hemel. Zelfs de hemel der hemelen kan u niet bevatten. Hoe zou u dan in dit huis kunnen wonen? Jesaja, hoofdstuk 6. Jesaja is in de tempel en hij ziet de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn kleed vullen de tempel. De grote vraag is, waar is God aan? En dat was het. Nou, en dan is het afgelopen, joh. Dan ziet Stefanus dat hij ze kwijt is. En dan eindigt hij met, gij hardnekkigen. En dan zeggen sommige mensen, dat had hij nou niet moeten zeggen. Nou, ik zal je vertellen, jawel, soms moet je even heel duidelijk zijn. Want liefde kent ook scherpte en duidelijkheid. Maar denk erom, niet haat. Niet haat. Als je ziet hoe deze man sterft, onvoorstelbaar. Hij wordt meegesleurd. Ik vraag u weer, wilt u zo vriendelijk zijn om uw verbeeldingskracht te gebruiken? Hij wordt meegesleurd. Buiten de stad. Hij wordt gestenigd. En de grote vraag is, als je dit zo leest, want dat is het stukje wat je voorgelezen hebt. Dan is de grote vraag, wat zien nou de omstanders en wat ziet Stefanus? Nou, ik kan het je vertellen. De omstanders zien iemand die bezwijkt en die sterft. En net goed. Maar Stefanus die ziet de hemel geopend en hij ziet Jezus staande aan de rechterhand van God. Mooi, hè? Er zijn dus 2 werkelijkheden waaruit een mens kan leven.
Hoor goed, er zijn twee werkelijkheden waaruit een mens kan leven. Datgene wat voor ogen is en datgene wat God openbaart aan je. Als de christenen later in de arena in Rome sterven onder het geweld van wilde dieren enzovoort, zegt het publiek op de tribune, waaah, en die zien allerlei bloederige dingen. Maar de christenen gaan zingend ten onder. Wat zien zij? Een zegevierende, staande Jezus die ze ontvangt. Mooi is dit, hè? Ja, toch? Er staat nog iets trouwens. En daarmee eindig ik. Want het is tijd. Oh, wat had ik nog een hoop te zeggen. Maar ja, ik kan niet anders. Oh ja, toch nog even iets. Moet je luisteren. Sommige mensen zeggen, als je in nood gezeten bent, zal God je altijd redden. En ik wil u vertellen, als u dat zo zegt, dat is niet waar, dat is een leugen. Ik vind dat verraad aan die mensen die in de loop van de eeuwen in grote nood gezeten zijn en toch gestorven zijn. Ik vind het verraad aan die mensen die stonden voor de gaskamers van Auschwitz en ten onder gingen. En ze zongen tot God en ze verwachten de Messias op het laatste moment. Ik wil solidair zijn met hen die in Eritrea en Noord-Korea te lijden hebben van vervolging en sterven. Maar weet je wat het wel is? Als je ten onder gaat voor mensen rondom, dan word je ontvangen door Jezus. Is dat mooi? Heel mooi. Er staat dit. Maar Stefanus, vol van de Heilige Geest. Dat is de vierde keer dat dat verteld wordt. Nog een keer. Maar Stefanus, jij hebt het gelezen, Mark. Maar Stefanus, vol van de Heilige Geest. Maar Stefanus, vol van de Heilige Geest. Nu staat het er niet drie keer, nu staat het er maar één keer. Het is net alsof de Bijbelschrijver ons wil vertellen. Hey jongens, mensen. Moet je luisteren, er zijn vette jaren in je leven. En er zijn wat minder vette jaren, oftewel magere jaren in je leven. Weet je wel, die televisieserie, Goede Tijden, Slechte Tijden. En voor Stefanus is het ongeveer als volgt. Hij had goede jaren. En in die goede jaren was hij vol van de Heilige Geest. En van een heleboel dingen meer. Zorg ervoor dat als het je goed gaat, dat je vol bent. Ja toch? Wanneer is het de tijd om vol te zijn als het je goed gaat? Opdat je in de magere jaren vol blijft van Gods geest. En wanneer je ten onder gaat, niet uitroept, net zoals de laatste profeet in de Tenach in het Oude Testament die sterft en die zegt, de Heere zie het en neme wraak. Stefanus sterft anders. Waarom? Omdat Jezus inmiddels geopenbaard is. Hij sterft, Vader, Jezus, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Amen. God zegen u. Dank u wel dat u geluisterd hebt. Waardevol Leven Gemeente brengt mensen voort die zijn gefundeerd in genade, gedreven door liefde, geleid door de geest en gericht op de grote opdracht.